Sophie, wat is jouw innerlijke leeftijd? Wat? Je innerlijke leeftijd. Zeg maar de leeftijd die het beste bij je past. Zoals je je van binnen voelt, zeg maar. Dus niet je biologische leeftijd. Wat bedoel je? De leeftijd waarbij je het prettigst voelt. Dus hoe je overkomt op anderen. Tjee, moeilijke vraag. Nou, dan denk ik toch dat ik 20, 25 ben. Ja, dat klopt wel bij jou. Astrid, wat is jouw innerlijke leeftijd? Weet ze niet. Ik weet het niet. Zij het toch. Kom op, Astrid. De leeftijd waar jij het prettigst bij voelt. Weet ik niet. Zei ik je. Nou, Karel. Hoe oud ben jij? Ik ben van 1952. Dus dan ben jij... 64. En van binnen? 64. De leeftijd, Karel, die je van geest bent. Waar je op bent blijven steken. Waar jij je het beste bij voelt. Ik ben 18, denk ik. 18? Nee. Jij bent echt ouder. Jij bent echt veel ouder. Sorry, hoor. Zijn ze toch geen 18? Nee, sorry, schat. Je bent echt geen 18. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 17. Ik ben 17. Ik ben helemaal 17. Mijn innerlijke leeftijd is 17. Wat zegt ze? Dat ze 17 is. Ja. Je bent toch net 48 geworden? Mijn innerlijke leeftijd, Karel! Mijn innerlijke leeftijd! Die ik permanent van binnen ben! Zeg maar, helemaal van binnen ben ik 17! 17, Karel! Ik ben 17! Ik ben 17! Je bent 48! En je hebt ook een kop van 48! Innerlijke leeftijd, mijn reet. Je bent zo oud als je bent en je bent 48. Houd toch op met je, hoe oud ik me van binnen voel. Wat kan mij dat nou toch schelen? Wat een gezeik, zeg, sodemiet erop. Je bent gewoon een oud pokkenwijf. Kan mij